Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP Duval Moor. En vandaag ga ik op pad met deze Wheatmarsh ambulance, gemaakt door Heumots. En voornamelijk geloof ik de kas in dit geval van Heumots. Maar ik weet dat Jesse er ook weer aan heeft meegeholpen. In ieder geval, jullie kennen natuurlijk de Wheatmarsh al. Als ik er eigenlijk zo voor ga staan, zo een beetje, dit bedek, dan denken jullie van, het is hetzelfde. Maar alleen de grill is anders. En dat is namelijk dat dit een oudere versie is. Deze versie komt namelijk rond de tijd van 2010, 2011, 2012. En die andere kwam in 2016. Eén dingetje klopt niet, maar dat is al bekend, is dat deze versie sowieso altijd zo'n rode rand eromheen had. En ja, dat is, ik kan het niet voordoen. De hoogte van waar mijn hoofd nu zit, zat gewoon volledig zo'n rode rand. Eigenlijk. En ook voorlangs. Ja, die zit dan niet op, maar ik begreep al en ik kwam er zelf ook al achter dat het redelijk moeilijk te skinnen is bij deze ambu. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Want hij ziet er voor de rest gewoon tof uit. De sirene zit erop die erop hoort. Ja, voor de rest gaaf ding. Dus ik mag hem alvast testen, maar alvast zeg ik eigenlijk. Want jullie kunnen hem gewoon bekijken. Want hij komt vandaag, hij wordt vandaag gereleased. Ik heb in ieder geval afgesproken dat vandaag dus voor jullie de video online komt. En of dat weten ze, dus ik neem aan dat hij dan ook vandaag zal verschijnen op GTA 5 mods. We gaan nu in ieder geval het voertuig even controleren. Mijn collega doet zal achter in even controleren. Zo, voertuigcontrole voltooid. Ik denk dat we ons kunnen inmelden bij de meldkamer. Bij deze ingemeld. En we gaan wachten wat de dienst ons gaat brengen. Wat voor meldingen we krijgen. Of we een beetje leuke meldingen krijgen. En ja, dit is Kim. Niet Wim, maar Kim. En vanavond met Pieter op pad. Ja, daar staat nog een ambu. Die is ook in dienst vandaag. Die zullen, daar zullen de collega's zo meteen ook wel mee gaan vertrekken. Want het belooft een drukke dienst te worden. Dat kun je eigenlijk van bij, op voorhand niet zeggen bij de ambulance. Ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. In principe niet. Maar ik zeg het gewoon. Want ik kan ervoor zorgen. In het echt kun je natuurlijk niet verzorgen. Dat een drukke dienst wordt, ja of nee. Nee, die gaan we niet aannemen. Het verleden leert dat deze melding eigenlijk altijd crasht op het moment dat ik daar naartoe rijd. En daar heb ik geen zin in. Deze kunnen we wel pakken. Een trauma abdominal. Ik geloof dat het gewoon onderbuik is. Hè. Van een buik. Dus we gaan gewoon lekker A1 hier. Ja, en we hebben al een eerste ongeluk met de ambu gehad. Maar ja, aan wie lag dat nou echt?
de plaats gekomen. We gaan er aan kijken. Even kijken wat ze weer via de H. En evalueren. Dus of ja, bekijken wat hier aan de hand is. Even kijken. Hartslag goed. Ademhaling goed. Saturatie iets verlaagd, maar nog wel. Ja. Bloeddruk goed. Oké. Okay. Wat is hier allemaal aan de hand? We gaan dus lezen. Even kijken. Meerdere wonden. Cruciale bloedingen. Ze is slaperig. Patiënt is allergisch voor penicilline. Dat is antibiotica. Bekend met hypotensie. Dus dat is een lage bloeddruk. Ze heeft een armbreuk gehad in het verleden. Dus ja, dat is ook niet zo'n ramp nu. Dat is trouwens been, sorry, femur is bovenbeen. En ze was op de fiets aan het rijden, dus we gaan er maar wat medicatie geven. Nou, we gaan eerst trauma treatment geven, want ze heeft dus meerdere bloeding. Trauma treatment, medicatie, injections, om wat pijnstiller en zo te geven, want ze zal wel pijn hebben. En dan gaan we hem meenemen, naar het ziekenhuis. En er een A2. Ze herstelt goed. Nou, heb ik nog wat te melden? Nee, niet echt. Hebben jullie nog wat te melden? Het zal best, maar dat moet dan in de comments komen, dus daar heb ik nu ook niks aan. Zal ik eens ondertussen wat comments door gaan lezen? Ik mag natuurlijk niet appen en rijden, maar dat kunnen we wel eens even doen. Gewoon wat comments op de laatste video's. Ik zal zeggen welke video het is. Ik zal niet de naam van jullie erin zetten. Nou, daar hebben we trouwens helemaal niets aan. Want het enige wat ik hier allemaal lees is BMW of RS6. Want ik had jullie de keuze gegeven, wil je de volgende politie op hielen met de BMW of met de Audi RS6. Maar ik zag hier wel iets inderdaad al voorbij komen. Ik had laatst een video geüpload. LSPD van dag, even spieken, 269 of zo, ja. Reanimatie en schietpartij met bla bla bla. En toen vroeg ik van, moet ik foutparkeerders aanpakken, ja of nee? En ik zie best veel comments voorbij komen dat ik die inderdaad wel moet aanpakken. Dus dat is mooi. Hier zegt weer iemand, ja, je moet het eigenlijk laten. Ja, of ja, deze comment snap ik niet helemaal. Ja, wat laat dat soort meldingen maar. Maar niet echt geen meldingen maar. Meer gewoon de straatdingen zoals met die auto bij de inrit. Dat hij daar niet mag parkeren. Trouwens, je bent een super vette YouTuber, ga ze door. Ik neem aan dat hij bedoelt, laat de meldingen maar tot daar een foutparkeerder staat. Maar je moet niet de meldingen laten die je krijgt. Maar ja. Goed. Ja, een beenholster en een heupholster. Zit mijn collega nou achterin of niet? Kijk eens, komt hij. Zancuro Avenue, Sandy Shores. Ja, daar gaan we echt geen B-rit rijden, hoor. Collega, stap in, beste kameraad. Ja, de keuze beenholster of heupholster. Dat, ik denk dat merendeels toch wel voor het heupholster heeft gekozen uiteindelijk. Dus die houden we ook... die hou ik ook lekker, want ik vind hem heel vet uitzien. Ja, sommige mensen vinden hem niet vet. Maar goed. Ik moet gewoon een beetje afwegen van... Gaan we hem wel of niet pakken? Ook al vinden sommige mensen hem niet vet. Ja, dan gaan we hier wel heen. Ik vraag me trouwens af, hè. Het is hartstikke rustig op straat. Dat komt natuurlijk omdat de tijd op real-time duration staat. Dat is 5 uur 's ochtends. Want ik heb een mod ingesteld dat als het... afhankelijk van het tijdstip hoe drukker het is, maar ik vind het echt wel rustig nu. Maar ja, het is natuurlijk 5 uur 's ochtends of zo, dus het kan zijn dat het dadelijk 7 uur wordt, dat het opeens wel super druk is qua voertuigen. Dat zou wel vet zijn, want ik heb het eigenlijk nooit echt ervaren of dat ook zo is. We rijden nu dus rustig met blauw naar een melding van een upper limb trauma. Waarom alleen met blauw? Ja, het is nog vroeg, zoals ik al zei, het is rustig op de weg. Reageert goed op mij, maar soms moet ik toch wel even de schrijnen aan, zoals op deze kruispunten. En achter de vrachtwagen ziet niemand mij langskomen. Nu zien ze mij pas, dus het kan wel te laat zijn in principe.
Maar officieel, hè, van punt A tot punt B, vanaf het moment dat je de melding krijgt totdat je voor de deur staat, moeten de sirene aan zijn. Anders ben je geen voorrangsvoertuig. En dat maakt niet uit of dat om 1 uur 's nachts is, of om 1 uur 's middags, of om 8 uur 's avonds, of om 8 uur 's ochtends. Gewoon 24 uur per dag. En dat zijn regels die handhaaft niet iedereen. Logisch, als er echt op een maandag, of nou, op een dinsdagochtend om 4 uur 's ochtends, wie rijdt er dan nog over straat? Of om 3 uur? Ja, niemand natuurlijk. Maar ja, officieel moeten dan toch de sirene aan. Dan maak je alleen maar meer mensen wakker. Maar ja, ik heb het ook al vaker ervaren, want het is hier wel gewoon langs de deur. Want ik woon in de, laat ik zeggen, in de buurt van een weg die vlak bij de ambulancepost ligt. Dus de kans is dat ze hier langs komen als ze naar een melding moeten. Nou, en ik heb ook al s'nachts gehad dat ik om 4 uur ineens wakker werd van een ambulance die voorbij vloog. Maar ja, dan denk ik van, nou ja, het is blijkbaar nodig. Hier zijn ze reanimatie gestart. Het is blijkbaar nodig, dus ik lig daar echt niet wakker van tot... tot die ambulance mij even wakker heeft gemaakt. Ja, letterlijk lig ik er wel wakker van. Nou, wauw. Oké, okay. Goeiedag. Reanimatie is gestart. Ga ze door. Je gaat blijkbaar niet door. Ik ga kijken hoor. Ik ga het aanhoren. Mijn collega staat ondertussen op zijn gezicht. Dat zal wel helpen met de behandeling. We hebben inderdaad geen dingen. We gaan starten met reanimeren. Geen dingen bedoelde ik mee. Lifepack of... hartslag en zo, en bloeddruk en leven in het algemeen. Geen schok geadviseerd. Even kijken, succesvolle reanimatie. We gaan met spoed naar het ziekenhuis. Ja, nogmaals, hè, voor de mensen die zijn mod inmiddels nu al 5 keer bij me hebben gezien. Of vaker zelfs. Jullie weten hoe de reanimatie gaat. Hè? Je start de reanimatie, geen leven. Hij zegt van oké, je moet de hartmonitor wordt opgeladen. Of de AED in dit geval zegt hij, noemt hij hem. Dan zegt hij van oké, geen shock geadviseerd. Je moet hem lozen via de 5 op je numpad. Loos je hem en dan leeft hij weer. Ik krijg op dit moment een berichtje van de enige echte politievlogger Jan Willem. Wanneer gaan we een potje opnemen? Lijkt me een goed plan. Hoe zit je vanmiddag om 16? 16 uur, vraagteken. Nou, wij gaan met... Wacht, we hebben trouwens een slachtoffer die net is gereanimeerd. Die moet natuurlijk met spoed naar het ziekenhuis. Mijn collega zit, ik zit. Deurtjes dicht, blauw gedaan. Spoedvertrek richting ziekenhuis. Hier moet ik even tussendoor mensen. Ja, dank u. Officieel mag je hier natuurlijk niet. Wat is het met die skin joh, Cas? Je moet je kijken joh. Wat de fuck was dat dan? Officieel mag je hier niet naar binnen, want hij gooit me ook om. Maar we gaan hier toch naar binnen. Lekker. Zo, aankomst. Mijn collega draagt de patiënt even over. En als de patiënt is overgedragen, zit mijn collega alweer ofzo. Nee, die staat weer. Even zo, hoppa. Oké, okay, een nieuwe melding. Nou, de patiënt is afgeleverd. Partner actions. Hurry up, kom. Up. Wij gaan terug naar de post, want de nieuwe melding die komt, die is niet voor ons. Waarom niet? Omdat ik al zei, persoon neergeschoten, kom je dan net aan en dan crash je hele game. Dus als je deze mod ook hebt, en ja, het is een gedoe om deze mod te installeren, dat weet ik. Dan weet je hoe het... hoe het gaat met die, of dan weet je al dat je die melding niet moet aannemen. Sowieso moet ik wel even afkloppen. Het gaat nu wel goed met de mod, want ik had laatst iets proberen op te nemen en dat ging helemaal niet goed. Ik bleef maar crashen en die video had ik al lang online willen hebben, maar ja, het lukte gewoon niet. Dat is altijd wel jammer zoiets.
Zo, druk op de post aangekomen samen. Kijken wat de dienst nog verder gaat brengen. We gaan nog een melding aannemen en dat is goed geweest voor vandaag. Misschien nog wat spannends. Maar in ieder geval dus nogmaals de ambulance te downloaden. Vandaag is het goed is. Gemaakt door Heumots, teamlid Cas. En ik weet dat Jesly daar ook aan heeft meegeholpen. Jullie kennen Jesly inmiddels wel. En er moet alleen nog even een rode band omheen. Maar zoals... of nee, dat heb ik nog niet gezegd. Maar bij deze. Ik had al meegekregen van Cas in dit geval. Dat... in ieder geval de rode band wordt gefixt bij de release. Dus als het goed is zit hij bij de release er wel gewoon bij. Maar nu nog niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan kijken wat er nog gaat brengen. Nou, person shot zoals ik al zei, die gaan we dus niet meer aannemen. Nou, dat is allemaal... Nee, dat is niks. Ik heb wel wat nieuws voor jullie. En dat nieuws dat is vandaag pas naar buiten gekomen, zeg maar. Of vandaag was naar buiten gekomen dat ik gisteravond, ik wil geen persoon die zijn neus zit. Heeft Jon Willem met mij een dienstje meegedraaid in GTA dan, in 5M. We hebben heel veel video's opgenomen in de middag en ik zei van ja, 's avonds ben je ook welkom tijdens surveillance. Nou, hij zei deal en hij is meegegaan met mij in de surveillance op de noodhulp. We hebben heel veel meldingen gehad, dat gaat binnenkort allemaal komen. En ik lees nu net toevallig op mijn Insta post die ik erover had geplaatst, dat die binnenkort ook even meedraait op de ambulance. Met mij. Niet in het echt, maar in 5M. Hij zegt in ieder geval nu deal. Ik zal even reageren. Gaan we regelen. Komma, je hebt mijn nummer. Want ja, Jan Willem heeft natuurlijk mijn nummer. Nee, alsof ik super stoer ben natuurlijk Jan Willem zijn nummer heb en hij de mijne. Maar we appen wel tegenwoordig. We gaan nu naar een persoon neergeschoten. Plaatsen. Dus jullie zien binnenkort heel veel video's samen met Jan Willem in 5M. En hij crasht al. Ja, wat hebben we hier nou aan? Zo, dan nemen we die aan. We kunnen wel ver, we kunnen wel helemaal naar de post gaan, maar we gaan gewoon beginnen waar we al zijn gebleven. Ik word gebeld, die moet ik eigenlijk ook echt even opnemen. Dus ik ben zo terug, sorry. Daar ben ik weer. We gaan gewoon door waar we gebleven zijn. Maar dus ja, Jan Willem mee. Superleuk was het. Gezellig ook. En hij, ja, hij wist er natuurlijk alles van. En daarmee bedoel ik met de wetten en de goede meldingen afhandelen en zo. Het is natuurlijk altijd leuk. En nu gaan we op de ambu in singleplayer weer. Maar dus alles daarvan zien jullie binnenkort gewoon op mijn kanaal. En ik begreep ook geloof ik op zijn kanaal. Hij heeft natuurlijk ook alles opgenomen. En nu zit het lekker te scheuren met Kim, want Kim kan er wat van hoor. Nou, wat hadden we ook weer? Auto-ongeval, ja. Moet je gaan rijden? Kom op, hey, wat doe je nou? Zo. Brand was ook geallarmeerd zo te zien. Maar zoals we al kregen, we kregen een error namelijk en ik dacht dat er dus niks ingespand was. Maar er is dus niks ingespand. Ja, dan gaan we door. Laatste melding nogmaals. Die had ik net al gezegd dat dit de laatste melding was. Was we dan toen niks hebben, dan kunnen we net zo goed nog eentje even aanmaken. Gaan we kijken, person hit by car, misschien dat die wel inspant. Oh, dat is ook wel ver weg. Gaan we daar ook wel aan in.
rode auto nou inhoudt, heel goed, dan kan ik zo naar rechts. Ideaal. Hier in dit gebied hoor je altijd heel goed die sirene reflecteren, zal ik maar zeggen, tegen de gebouwen aan. Dat is wel vet. Je hoort hem echt alsof je echt met een sirene aanrijdt. Dat vind ik hier altijd wel super vet daar. Door de hoge gebouwen natuurlijk. Laat even zo staan. Rijden alsnog. Jongen. Nou, even kijken. De persoon is aangereden door dit voertuig hier. Ik zie geen schade aan het voertuig. Dat is meestal wel mooi. Goeiedag meneer, u volgt mij. Kan ik iets voor je doen of zo? Nee, oké, dankjewel. Doei. Nou ja, eens kijken wat we hebben. Even kijken, hart, het leven is 69%, dat is redelijk goed. Hartslag wordt verlaagd, ademhaling wordt verlaagd, saturatie wordt laag, bloeddruk goed, temperatuur verhoogd. Oké, even kijken, wat hebben we allemaal? Hij heeft meerdere... Ja, dit zijn geloof ik bloedingen, hè? Meerdere gecompliceerde fracturen. Allee, zo ibuprofen, bekend met lage bloeddruk. Een onderbeen of een bovenbeen fractuur gehad in het verleden en hij probeerde de auto te stoppen. Nou goed, hij gaat zeker wel mee. Gezien hij wel een lagere saturatie had, moet hij even wat zuurstof van mij krijgen. We gaan even wat trauma treatments doen. Oh, en nu staat hij al op. Goed, nou, kom maar mee. We doen het in ambu wel even. En gewoon, omdat het kan, gaan we met spoed naar het ziekenhuis. Dan een kopstaartje, alles goed. Collega, ja, ik heb een andere collega en die werkt niet zo goed mee. Nou, weet je wat collega, ik ga gewoon. Jij komt toch wel uiteindelijk. Opeens zit hij weer poef in de ambulance. En dan denk ik weer van, ah, daar is hij weer. Hij is al poef in de ambulance te zien, want hij is weg. Jongen. Is dat nou die auto die net die aanrijding heeft veroorzaakt? Die kan gewoon niet rijden. Politie, pak hem. Moeten nu natuurlijk anders gaan rijden. We hebben een patiënt achterin. Het houdt in dat we niet te veel remmen, niet te snel gas geven. En niet zo snel door de bocht te gaan. We laten het verkeer eigenlijk het werk doen. Ik geef niet veel gas zoals je ziet. Het verkeer heeft alle tijd om op mij te reageren. Nog doen ze dat niet perfect. Maar beter als dat je met 180 erop af kon gescheurd. Maar dat is natuurlijk wel lekker met zo'n busje scheuren. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Pakken de baan waar geen auto's staan of de mensen auto's. Ook al maakt die Audi goed plek voor mij. En aankomst ziekenhuis. Hoppa, stoeprandje ermee gepakt, kan gewoon. En aankomst ziekenhuis, patiënt overgedragen en ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit nou een super toffe video en een super toffe ambulance? Laat het even weten in de comments en jullie kunnen hem dus nogmaals downloaden. En ik zie jullie graag
over een paar dagen bij een nieuwe video. Nog niet met Jan Willem geloof ik. Ik geloof nog even LSPD of haar. Maar binnenkort gewoon met Jan Willem. Komt goed. Tot dan. Doei.